In het kader van 75 jaar Market Garden kwamen 29 veteranen naar het stadion. De wedstrijd werd voor de 12e keer gespeeld. Wij spraken met Stef ten Tij. Stef, vandaag een hele bijzondere dag. Hele bijzondere dag. 75e commemorations, 29 veteranen in het stadion. Ik ben bang een heleboel voor de laatste keer. Maar we gaan er een fantastisch feest van maken voor ze. En we gaan ze eren zoals ze nog nooit eerder geëerd zijn. Hoeveelste keer is dit vandaag? Dit is de 12e keer. En je gaat gewoon door? Zoals het er nou uitziet gaan we gewoon door. Er is ook heel veel belangstelling vandaag, hè? Ja, het is de 75ste. Dus mensen willen van alles. Iedereen wil erbij zijn. Je zag het gisteren in de Berenkuil. Je zag het vandaag op de Ginkelse Hei. Mensen willen dit gewoon niet missen. Ze komen eerst hier met een bus aan, heb ik begrepen. Ze komen zo met een bus. Dus ik kijk ze nu en dan een keer die kant uit of ik al wat zie. Want dan breek ik acuut af. Ze komen met de bus. Wat gebeurt er dan? Gaan we naar binnen. Ze krijgen allemaal een sjaal. Ze krijgen daar wat te drinken. We gaan gewoon lekker de wedstrijd kijken. En na afloop van de wedstrijd gaan ze weer naar het... Na afloop gaan we naar het supporters home. En daar worden ze nog even speciaal geëerd. Alleen vanuit de supporters. Hier doen we het samen met Vitesse. Daar doen we het alleen. En dan gaan we er ook daar weer een fantastisch feest van maken.